Ben jij klaar voor high-frequency, high-end en high-value life- en business-changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high-frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie-hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1... Het energetisch ontwaken naar fase 2. Het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie. Naar fase 3, waar je krachtig je Soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end Soul-aligned business. Dus ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen: Go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 213, van angst naar grenzeloze ambitie. De magie van soul-aligned vision creation. Yes, van harte welkom bij podcast 213. Ik ben Lisette Lucas en vandaag richten we ons op de kracht van visiecreatie, waar dromen tastbare realiteit worden. De show notes van deze aflevering vind je trouwens op wwwlizettelucascom slash 213. Nou, we leven in een wereld, een dynamische wereld vol uitdagingen en kansen. En ja, onlangs stond ik stil bij een keerpunt in mijn leven. Een moment van diepgaande inzichten waar mijn eigen visie vorm kreeg, ondanks mijn grootste angsten. En dit persoonlijke verhaal deel ik vandaag in deze podcast als inspiratie, maar ook als spiegel en uitnodiging om jouw eigen dromen en ambities realiteit te laten worden. Dus vandaag nodig ik je uit om samen met mij, met een open hart en open mind, deel te nemen aan deze ontdekkingstocht. Want zo kan je het zien. En samen zullen we leren hoe we onze angsten kunnen overwinnen, doorbreken, onze visies kunnen omarmen en de wereld kunnen beïnvloeden en shiften. Eén frequentie tegelijk. Dus laten we starten. En mijn vraag nu aan jou is: ben je klaar? Ben je klaar om je frequentie te verhogen? En je dromen waarheid te laten worden. Ja? Nou, laten we dan nu samen de magie van Soul Aligned Vision Creation gaan ontdekken. Nou, nogmaals van harte welkom bij podcast 213. Er zijn dus de laatste tijd zoveel mooie dingen op mijn pad gekomen en in mijn Energy Joy-wereld terechtgekomen, zoals ik dat noem. En het blijft maar door en door ontvouwen. En ik had ook echt even een moment nodig. Om terug te gaan, om terug te denken en te kijken van wauw, waar begon het allemaal? En het begon dus eigenlijk op het moment dat ik een echte, echte krachtige visie had. Niet zomaar een visie, maar een visie die zo groot was dat het me eerlijk, echt eigenlijk beangstigde. Maar wat heb ik gedaan? Ik ben keihard door die angsten heen gebroken en heb die visie uiteindelijk. De wereld ingeslingerd. En nu terugdenkend, is het vanaf dat moment allemaal gigantisch veranderd en enorm geshift. Dus ik neem je even mee terug. Ik ben mijn Energy Joy business, mijn Energy Joy praktijk toen tijd nog gestart in 2013. En ik deed dat allemaal heel netjes zoals ik het geleerd had volgens het boekje. Oftewel, dus die manier waarop ik het had geleerd conform het Engelse mediumschap. Want ik ben getraind in Engeland op het hoogste niveau. En ja, dat ging jaren prima. Maar eerlijk, en misschien geldt dat ook voor jou, ik ben niet in de wieg gelegd voor het level prima. En ik weet op een soort bewust of zeg maar eigenlijk onbewust niveau dat ik in de wieg ben gelegd om hier, hier op aarde, deze incarnatie iets groots neer te zetten in de wereld. En het hoe en het wat echter is vervolgens, ja, dat is zeg maar die zoektocht van de ziel. Want ja. Het leven is om, om te groeien, om te evolueren als mens, als ziel. En ja, inderdaad, dat gaat met vallen en opstaan. Daar ben je, wanneer je dit luistert, geheid ook helemaal achtergekomen. Want je leert tenslotte meer van ja, je fouten, helaas, van je miskleunen, dan van die mooie winmomenten. Want hoe prachtig het winmoment ook is, hè? denk er maar over na. Hoe lang ben je blij over een winmoment? Uh, is het een maand? Misschien een jaar, een half jaar, een maand, een week, misschien maar een dag, toch? Maar daarentegen, als iets echt pijn doet, dat ga je nooit meer vergeten, toch? Die pijn gaan we tenslotte allemaal vermijden. Althans, zo zit het opgeslagen in onze oerprogrammering. Dus als ik nu terugkijk, had ik al veel eerder stappen moeten zetten om blokkades te doorbreken. Blokkades die me, zeg maar, klein en schijnveilig hielden. Die had ik krachtig moeten doorbreken. En ja, ook eerlijk. Dit werd me niet geleerd. Dit is me niet verteld. Dus dit moest ik helemaal zelf gaan ontdekken en inderdaad gaan uitvinden wat wel en wat niet werkt en zo is het dus gegaan. Dus nu terugdenkend en terugkijkend is mijn grootste business shift gekomen op het moment dat ik één één specifieke visie en één specifieke boodschap de wereld in Durfde te sliggeren. Ja, met de nadruk op durfde. Geloof me. Die boodschap was namelijk zo groot. dat ik inderdaad dus werd geconfronteerd met mijn eigen grootste angsten. Ken je dat? Dat je iets zo graag wilt, maar dat er dan van die stimmetjes in je naar boven komen? En ik had dat dus ook. Dus ik had dat gevoel van: oké, okay, als ik dit nu de wereld in ga sliggeren, dan, dan gaan mensen vastdenken van. Die zet, wie denk je wel dat je bent om dit te zeggen of om dit te roepen? Dus wat zullen mensen wel niet van me denken? Ik kwam allemaal in mijn systeem naar boven. En moet je je voorstellen, toen was ik al heel wat jaren aan het werk als medium. En had ik al heel veel jaren mijn business. Maar toch, dit was dat next level wat ik wilde aanraken. Dat plafond wat ik wilde doorbreken. En toen kwam dit naar boven. Dus ook dat stemmetje van: ja, maar ik kan dit dan zeggen. Maar wat als het niet lukt? En stel. Dat het wel lukt, stel dat dat wel gaat gebeuren, waar haal ik dan de tijd en energie vandaan? Ik bedoel, op het moment dat ik het wilde creëren, ik weet nog, toen lag ik ziek in bed. Hadden we hadden net een reis naar Mexico gemaakt en toen kwam ik terug, jetlag. En heel druk geweest met podcast en alles. Nou ja, het ging allemaal door mijn systeem. Dus ja, allemaal angsten die naar de oppervlakte borrelden. En ik weet het nog zo goed als ik terugdenk aan dat moment, ik voelde me echt bijna misselijk. Toen ik mijn grootste Energy Joy missie, ook nog in het Engels, de wereld inslikkerde. En dat deed ik via de bekende social media kanalen. Dus via Instagram, Facebook, LinkedIn. En ja, via mijn mailinglijst uiteraard. Waar je je ook trouwens voor kan aanmelden. Dan ontvang je wekelijks de nieuwste updates. Maar daar. Daar ging dus. Dat bericht. Met mijn missie. Mijn boodschap. Mijn visie. De ether in. En ik deed dat met die bevestigende... Klik op die Enter-knop. En weet je wat er toen gebeurde? Nou, ik zal het je vertellen. Toen gebeurde er helemaal niks. Oftewel, nou ja, waarschijnlijk niks, want nu, dus terugkijkend, en dat is nu iets meer dan een half jaar geleden, kan ik zeggen. Ik heb met het de wereld inslingeren van die grootste visie en missie. de energie, zeg maar, een dikke VTS gegeven. Dus ik ben met op die. Enterknop drukken, ben ik door mijn eigen energetische blokkades gebroken. En dat. En dat ging zich dus exact na zeven weken van energetisch zich omzetten naar materie. En nu ben je vast wel benieuwd wat nou die missiestatement statement was die ik met knikkende knieën de wereld inslingerde. Nou, misschien heb je het inmiddels regelmatig voorbij zien komen. En het is inderdaad inmiddels gewoon mijn lijfspreuk geworden. En ik noem dat shifting one million plus souls to the frequency of energy joy and beyond. Oftewel, ik zette de statement, ik zette de visie neer. dat ik meer dan één miljoen zielen, meer dan één miljoen mensen. wilde helpen shiften naar die frequentie van energy joy en daar voorbij. Dus ja, dat was zeg maar die flyer die ik had gemaakt. en die de ether in ging. Nou. Maar wat was het dus uiteindelijk? Wat was het vooral? Het was de energie. De energie waar ik in mezelf, door mezelf heen, yes. Die dikke vette yes tegen zei. Dus dat lanceerde ik vervolgens via mijn eigen frequentie en via mijn eigen energie. En wat gebeurde er toen? Daar ging dus het universum, de kosmos of geeft er een mooie naam aan, maar de energie, dat veld om ons heen, ging daarop reageren. En wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je te maken met dat mooie woord of die mooie zin. Dan krijg je te maken met het Quantum to Newtonian Point. Oftewel, het moment van creëren op kwantumniveau tot het punt dat het zich manifesteert in de fysieke wereld. En ze zeggen dat duurt ongeveer zes tot acht weken. En ja, dat kan sneller gaan, maar het kan ook langzamer gaan. Ik denk dat we allemaal in ons eigen leven voorbeelden kunnen bedenken daarvan. Maar ja, het is dus allemaal. Afhankelijk van de hoeveelheid energie en blokkades die daar omheen hangen. Als ik bedenk dat ik in 2007 met het boek The Secret mijn droomauto ging manifesteren. Dus ik, die droomauto was, ik zal het je vertellen, een Porsche-cayenne. Een Porsche-cayenne, die wilde ik zo graag hebben. En als ik nu terugkijk, weet je hoe lang ik daarover heb gedaan? Over blokkades gesproken. Het kan dus in die zes tot acht weken. Nou, ik heb er vijftien jaar over gedaan. Vijftien jaar aan blokkades. Ja, ik heb hem nu inmiddels ja, al een paar jaar. Maar ja, in dit voorbeeld. Dus ik wilde dat even delen. Want ja, het heeft allemaal te maken met beperkende overtuigingen. Die je dus krachtig moet of eigenlijk mag gaan doorbreken. Maar bij mij duurde het in het geval van deze statement. Dus precies. Zeven weken voordat ik letterlijk, bijna als magisch, kippenvel bewijs kreeg van het universum, dat mijn post ook daadwerkelijk werd gezien door de kosmos, door de ether. Ja? Of eigenlijk, dus dat mijn frequentie dusdanig was geshift dat het in beweging was gezet. Dus ik was heel krachtig wat ik noem boven die gouden lijn geshift. En als je niet weet wat er boven de gouden lijn is. Download dan even de boven de gouden lijn methode. Kan je helemaal gratis doen. Maar dan krijg je inzicht in de methode. En dan ga je dus zien wat onder de gouden lijn zit en wat daarboven zit. Nou, om te manifesteren, om dit dus in beweging dus te doen, is het heel belangrijk dat je boven die gouden lijn zit. Want angsten en alles zit eronder. Dus dat moet je doorbreken. Maar dus wat gebeurde er na zeven weken? Zeven weken nadat ik die post had geplaatst van die Shifting One Million Souls, kreeg ik mijn eerste aanbod van internationale media. Oftewel, in dit geval kwam mijn samenwerking met het internationale Brains Magazine op mijn pad. En het meest magische kippenvel moment was, hè, dan kan je denken, is het toeval? Weet je wel, zo, we zijn allemaal nuchter, we willen het soort van beredeneren. Maar het meest krachtige kippenvel moment kwam. En kippenvel, dat klinkt zo lekker, lekker Hollands. Maar wat is kippenvel? Kippenvel is the soul saying yes ja dat er iets gebeurt wat je zo diep raakt en ik bedoel als ik tegen jou zeg krijg ik nu kippen wel. Krijg kippenvel krijg ik veel lukt je niet toch maar als er iets gebeurt wat jou raakt op zo'n diep niveau dan krijg je kippenvel dus dat is de ziel die ja zegt of de ziel die in ieder geval reageert erop dus ja ik kreeg dat kippenvel moment en dat was dus op het moment dat ik hoorde dat Brain's Magazine een organisch bereik had van 1,2 miljoen lezers per maand daar was die weer 1 miljoen plus, ik zei souls, en dit zijn 1,2, dus meer dan 1 miljoen lezers per maand. Nou ja, wauw, was echt een wauw moment toch, ik vond dat te bizar. En ik ging terugkijken, vanaf het moment dat ik dus inderdaad die post de wereld in had geslingerd, tot het moment dat ik die, die call had, met dat internationale magazine, die Zoom call, en ja... Ik had dat dus in zeven weken gemanifesteerd. Dus het universum, zeg maar dat ongeziene veld, reageert op jouw energie. En situaties, omstandigheden en toevalligheden gaan dan op jouw pad komen in de vorm van synchroniciteit. Om vervolgens jouw dromen, wensen, soul aligned doelen werkelijkheid te laten worden. En realiseer je goed, hè? dit gebeurt boven de Gouden Lijn. Dus let ook goed op waar je je energie naartoe stuurt. Want onder de Gouden Lijn ga je alles aantrekken wat je niet wilt en wenst. Heel, heel belangrijk om dit te begrijpen. Maar goed, ik zat gelukkig aan de goede kant van de Gouden Lijn. En vanaf dat moment is het allemaal in een stroomversnelling geraakt. Dus de ene na de andere manifestatie ging zich ontvouwen. om mijn missie, die 1 miljoen plus souls, werkelijkheid te laten worden. Dus mijn bereik. Werd het dat moment wereldwijd groter en groter, zodat ik daadwerkelijk die One Million Plus Souls missie werkelijkheid kan laten worden? Dus ik weet ook nog dat ik dacht op een ochtend: van Jeetje, mijn hele manifestatielijst is uitgekomen. En dat jaren geleden had ik dat opgeschreven. En daar stond onder andere op het creëren van mijn. Uh, van mijn toen heette het nog card deck. Inmiddels is het mijn podcast deck geworden. En mijn eigen. Boek, dat is mijn manifestatiejournal geworden. En zo waren er nog veel meer dingen. Mijn eigen app, mijn eigen Academy. Allemaal uitgekomen. Maar toen had ik zoiets van: oké, okay, tijd voor nieuwe. En toen schreef ik dus op cover van een internationaal magazine. Oftewel, ik dacht, opeens, nou, weet je wat? Tijd om op de cover te komen van een internationaal magazine. Hè? En ik weet nog dat ik het opschreef dat ik dacht: dit is best wel groot. Dit is best wel groot en best wel spannend. Als het Nederlandse uit het kleine kikkerlandje. Toch? Nou, je raadt het uit. ochtends heb ik het opgeschreven. En smiddags had ik een Zoom call met een ander internationaal magazine. En ik dacht om eerlijk te zijn dat het alleen om een artikel en een feature in het blad ging. Maar ja, je raadt het al. Ik werd gevraagd voor de cover van hun exclusieve Collectors' Edition. Waarbij ik meteen dacht van wauw, wow. <laughs> dat ging snel. Ja, geweldig, want. Ik had ook zoiets van, oké, okay, nog mooier, nog grootser, want dat draagt alleen maar meer en meer bij aan mijn missie. Dus ja, met als gevolg, hè, als ik mijn missie realiteit wil laten worden, dan moest ik dus letterlijk werken aan mijn zichtbaarheid, aan mijn zichtbaar zijn, om mijn energiezooie boodschap sowieso te kunnen verspreiden. Nou ja... En zo gaat het maar door en door. En als je mij volgt al een tijdje, dan weet je dat die cover inmiddels een feit is geworden. En ik ben daar zo intens dankbaar voor. De reacties zijn echt prachtig. En ja, het is heel fijn om dat te mogen delen. Omdat het gaat niet om mij, het gaat om de energie en de missie die door mij heen stroomt. En dat is zo belangrijk om dat in oogschouw te houden. En ja, nog iets anders, er zijn dus binnenkort ook deze week zelf zijn er tv-opnames voor een Nederlands tv-programma en nog iets anders, ik kreeg laatst fantastisch nieuws uit Amerika, of beter nog uit New York. En je mag gerust weten, ik ben helemaal weg van New York. Ik ben er al vaak geweest, maar New York blijft altijd een soort droom. Dus dat zit ook hoog in mijn frequentie. En trouwens ook voor mijn kinderen. Maar toen bleek dus laatst dat de president, de president van dat bedrijf, of de baas, de basis CEO, wat gevestigd is in New York, dat zij mij al een tijd volgden. En dat ze mij dus exclusief hadden geselecteerd als top high frequency business coach honorary. Of 2024. Ik ga meteen in het Engels over. Maar ik heb dus een onderscheiding ontvangen voor het werk dat ik doe. Met daarbij dus ook een prachtige samenwerking met dat bedrijf voor een absoluut mega bereik. Ja, nou ja, je begrijpt. Ik glimlacht op dat moment naar het universum. En dankt ook vanuit het diepste van mijn zijn. voor al deze prachtige, noem het toevalligheden. Hè? We weten ondertussen wel beter, die op mijn pad mogen komen. Want uiteindelijk alles. Alles is dus om mijn missie te ondersteunen en kracht bij te zetten. Zodat we die golfbeweging groter en groter kunnen maken. Want zo kan je het zien. Dus ik ben hierdoor ook in een internationaal elite netwerk beland van eigenlijk oneindige mogelijkheden wereldwijd. Dankzij het feit, hè, weet je nog, naar die post dat ik misselijk was. En het eigenlijk niet durfde, dat ik al die angsten naar boven kreeg. Ik heb die stap gezet en kijk eens hoe het daarna is gaan ontvouwen. Dus ik ben dwars door mijn eigen angsten en blokkades heen gegaan. En dit. Ja, als je uit deze podcast één ding gaat onthouden, laat dat dit zijn. Want dit is de sleutel. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik nu nog steeds hetzelfde gedaan als iedereen. Oké, okay, toen deed ik dat al niet meer. Maar op deze grote schaal, op wereldwijd niveau, de kant van Azië, de kant van Amerika, het is echt. Zeg maar, limitless. En dat die energie voelt heerlijk. En ja, dit is dus ook de reden dat ik dit met jou deel vandaag. Want eerlijk, ik weet dat jij ook het verlangen hebt. Ik weet dat jij weet diep van binnen dat je hier ook bent op aarde voor grootheid. En dat je ook weet dat toeval niet bestaat. Dus ook dat je dit net even moest horen om wakker geschud te worden. Want. Ik ben hier om jou te helpen en te begeleiden naar jouw eigen soul-aligned grootheid, Om jou te helpen die middenmoot voorgoed achter je te laten. Om ook tot de top van jouw niche te behoren in jouw veld van expertise. Maar weet en begrijp nu alsjeblieft uit mijn verhaal, en daarom deel ik het, dat het pas gaat shiften wanneer je zelf bereid bent, om even plat gezegd zeg maar, de ballen te hebben om krachtig over te gaan tot actie. Om te geloven in je eigen visie en missie. En om ook krachtig in jezelf te investeren. Want je wil niet weten hoeveel ik in mezelf heb geïnvesteerd voordat ik inderdaad op dit niveau durfde te opereren. Ja? En het is heel belangrijk dat te doen. Los van wat iedereen zegt en denkt. Want niemand begrijpt wat jouw ziel hier komt doen. Alleen jij kan het voelen en. Ik als high-end succesmedium kan met jou meevoelen en dat zelfs energetisch waarnemen. Dus alsjeblieft, volg je hart en ziel. Waarom? Omdat daar je kompas zit. En dat is gekoppeld aan de blauwdruk van je ziel. En ikzelf, ik weet niet waar het naartoe gaat en hoe het verder gaat ontvouwen. Maar ik weet wel nu waarom ik het doe. En ik doe het om minimaal. Ik zei eerst 1 miljoen, maar ik ben nu op een punt om te zeggen. Om 100 miljoen mensen te helpen shiften naar die frequenties van Energy Joy en daar voorbij. Want ja, u hoort het goed. Mijn visie en missie groeit met de energie mee. Dus ik zou zeggen, dream big dreams and know your why. He, weet je waarom? And the how will follow. Oftewel, de hoe krijg je aangereikt vanuit de energie. Die krijg je als het ware weer terug. Dus... Weet waarom je het wilt en dan ontvouwt de rest vanzelf. Nou, de show notes van deze aflevering vind je op www.lizettelukas.com forward slash 213. Daar zie je ook hoe je in contact kan komen met mij en hoe we even een een-op-één -een moment kunnen creëren, zodat ik me kan afstemmen op jouw ziel, op het plan van jouw ziel en kijken hoe jij verder kan. Dus mijn vraag nu aan jou: ben je klaar om ook eindelijk krachtige stappen te zetten om te investeren in jezelf? In je missie en je visie? Nou, DM me dan het woord visie. En dan kletsen we daar verder over de beste volgende stap voor jou. En nog meer goed nieuws: naarmate mijn hè, missie ontvouwt, kan ik jou dus ook, zodra jij er klaar voor bent, laten meeliften op mijn internationale netwerk. Wat echt zo aan het groeien is. Dus ja, de vraag is nu aan jou: durf jij het aan om over te gaan tot actie? Of hart maar waar blijf je zeg maar leven in die gevangenis van beperkende blokkades. Nou, hoe dan ook, weet je hebt altijd de keuze. Waar je ook bent, waar je ook staat, je hebt altijd de keuze en één ding weet ik zeker. Neem dit mee. Je leeft dit fysieke leven in deze incarnatie maar één keer. Dus mijn advies, haal eruit wat erin zit en maak je eigen ziel trots en heel belangrijk, geniet van de reis. Nogmaals, DM me het woord visie en ik spreek je heel graag snel. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme energy joy mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energie-slurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high-end level vanuit die vrijheid en je soul voor zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.